Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van vrijdag 5 april. In het noordoosten van het land valt nog steeds regen en lokaal is daar al meer dan 10 mm gevallen. Elders in het land zijn er flinke opklaringen en schijnt de zon. Nou, vanochtend blijft die regen in het oosten en noordoosten van het land nog wel aanwezig, maar vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt zo tussen de 4 en de 6 graden vanochtend en vanmiddag wordt het 9 graden in het noorden en 13 of 14 graden in het zuiden van het land. Droge periode, dus vanmiddag en ook vanavond is dat het geval. Maar dan is er wel veel bewolking aanwezig. De temperatuur ligt tussen de 7 en de 10 graden. De wind die blijft uit het noordoosten waaien en is zwak tot matig. Morgen beginnen we bewolkt, maar naarmate de dag voort, gaat vanuit het oosten de bewolking steeds weer breken, en komt de zon erbij. En dan is het s middags. Zacht met temperaturen tussen de 16 en 17 graden aan zee. En in het binnenland kan het 18 tot 19 graden worden. Zondag zijn er ook flinke zonnige perioden. En lokaal halen we dan misschien wel de 20 graden. En ook maandag is het nog zacht. Vanaf dinsdag komt er duidelijk weer wat frissere lucht over Nederland. Temperaturen liggen dan zo tussen de 10 en de 13 graden. Een prima weekend dus voor de boeg. Geniet ervan. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.